Ik verschil op geen enkele manier van andere oude mensen, maar af en toe verbeeld ik me dat ik het nog zo gek niet doe. Uh, deze gaat over, over dat oude mensen geen één gedachte binnen kunnen houden. Het heet kwellen. Ik sta af en toe als vrijwilliger achter de bar van de bejaardessociëteit. S ochtends schenk ik koffie in en thee, en vanaf een uur of vier wijn, bier en port, want oude mensen kunnen goed drinken. Soms moet er een tosti worden gebakken, of wil iemand een kaartje kopen voor de maandelijkse filmvoorstelling? Dan moet ik de naam noteren. "Smit", zei een oude dame die zich wilde inschrijven voor de filmmiddag. "Ik heet Smit", met een D of met een T? Vroeg ik terwijl ik schreef. Ze schudde haar hoofd. Nee, ik hoef geen thee, antwoordde ze. Ik heb al koffie. Het duurde een seconde voor ik besefte dat ze een beetje doof was. Dat zijn er wel meer op de sociëteit. Het geeft niet. Ik kan heel duidelijk praten en desnoods schreeuw ik. Meestal hoeft dat trouwens niet, want het maakt niet uit of iemand luistert. Oude mensen praten niet omwille van de communicatie, ze zeggen gewoon alles wat ze denken hardop. Vooral de vrouwen doen dat. Zo, dan ga ik eerst mijn jas ophangen, zeggen ze. Als ze van buiten komen. Het is nog best fris, vond ik. Ik heb mijn dikke winterjas aan en een sjaal om. Terwijl ik koffie inschenk en uitnodigend op de koektrommel wijs, zeggen ze. Tja, ik zou het eigenlijk niet moeten doen. Maar ik ben dol op een koekje bij de koffie. Als er iemand naast zit, begint die ook te praten. Ja, een koekje bij de koffie, dat is gezellig. Nou. Ik geef niks om zoet, zegt een ander. En dan is er altijd wel iemand die zich herinnert dat vroeger alleen bij verjaardagen koekjes werden gepresenteerd. Uit alle macht probeer ik niet te luisteren, want het gaat allemaal nergens over. Het is gewoon het geluid dat uit oude dames komt. Een genoeglijk gekwebbel op niks af. Geouwe hoer, mompelde ik op een wintermiddag toen we alle meningen. Over kerstbomen te horen kregen omdat iemand had opgemerkt dat de kerstboom weer was opgetuigd. Nou, het is alweer bijna kerst. Het gaat snel hè? Zo is het Sinterklaas en daar staat het kerstboom alweer. Ik zuchtte en pakte een theedoek. De vrijwilliger, die samen met mij achter de bar stond, zag dat ik me ergerde. Stel je niet aan, zei ze. Waarom moet elke handeling, elke gemoedsbeweging. Iedere gedachte worden medegedeeld, kreunde ik. Dat is gezellig, zei ze. En thuis is er niemand om aan te praten. Hier wel. Ik praat thuis, thuis trouwens ook hardop. Tegen de kat. Ik zeg alles tegen de kat. Hij heet Poekie. Als ik ergens aan denk, zeg ik het tegen haar. En dan zeg ik, hè, Poekie? Ik praat meestal niet tegen de dieren. Behalve als ik ze iets te zeggen heb, zoals ga van het aanrecht... Of in je mand. Ik maak ze geen deelgenoot van wat ik zo al denk. Zij doen dat wel. Ze fluiten, kakelen, miauwen en blaffen. En tot op zekere hoogte vind ik dat prima. Zolang het maar geen mensen zijn, hè, grinnikte de vrijwilliger. Ik dacht aan de uitspraak van een psycholoog die ik ken. Er loopt een rode loper van iemands ergernis naar het onderbewuste. Even aarzelde ik of ik er verstandig aan deed. En toen heb ik toch de emotie gevolgd om te kijken waar in het onderbewuste ik terecht zou komen. Nou, ik hoefde geen grote afstand af te leggen. Het ligt niet aan de diersoort of aan het geluid dat ze maken, maar aan een diepe vrees die ik heb. Namelijk dat ik binnen afzienbare tijd ook ga bazelen. Af en toe luister ik naar mijn eigen gedachten. Ze verschillen op geen enkele manier van die van de bezoekers van de sociëteit. Ze gaan over het weer, de tijd van het jaar, dingen die ik nog moet doen en over wat er in de krant stond. Niet alleen zijn ze onnozel, ze herhalen zich ook telkens. Maar tot nu toe kan ik ze binnenhouden.